De Antwerpse acteur Ivo Pauwels speelde 44 jaar geleden mee in de Franse succesfilm Les Grandes Vacances. Pauwels speelde daarin een Vlaamse schipper die op de grote Lulu d'Anvers voer. Hij is daarmee de enigste Vlaming die ooit de gelegenheid kreeg om met Louis de Funès te mogen spelen. Men kwam naar Antwerpen om enkele Vlaamse acteurs te zoeken die groot waren, blond waren, blauwe ogen, Vlaams tippen in hun ogen. Enfin, dat is nu ook wel een beetje zo. En dan nam men Polaroid-foto's en die gingen dan terug naar Parijs om dat aan meneer de Funès zelf te laten zien, want die had altijd het laatste woord voor de kleinste rol. Dus ik werd van mij een Polaroid-foto genomen, nog van een andere collega van mij, ik ken zijn naam ontgaat mij, ook een Polaroid-foto. En dan mocht ik terug naar huis en dan moest ik maar afwachten. Dan een beetje later kreeg ik een telefoon, denk ik, of was het een brief, ik weet het niet juist niet meer, dat ik mij moest aanbieden in een plaatsje 40 kilometer ten zuiden van Parijs, Chamarande, zo heet het, ja, Chamarande. Maar daar waren ze aan het draaien, aan de film waarin ik dan zogezegd zou meespelen. Bon, dat vond ik al tof. Hè. Ik kreeg dan treintiketten en ik ging naar Parijs. En in Parijs zou er iemand mij opwachten met een auto en mij naar Chamarande brengen. Ik ging dus naar Chamarande. Daar was dan juist de middag. Middagmaal werd genomen en dan, je weet, dat is dan in open lucht. En dan, er is een cateringbedrijf en de Funès zat eten en ik moest even wachten. En dan eventjes later nog kwamen ze mij halen en zeiden, meneer de Funès is klaar om u eens te zien. En ik ging net bij de Funès met zo'n klein hartje. En die zag me en die zei, oh oui, c'est bien. Oh, en die zei, ik zag wel zo gelukkig al ziet. En de man die er nog bij mij was, daar zei, oh no, 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 monsieur. En dat was gedaan voor hem. En voor mij was het in orde. En dan enkele weken later kreeg ik bericht dat ik naar Frankrijk moest komen. En dat was naar Rouen, aan de Seine. Want daar zou dan de boot, ik was een matroos, een Vlaamse matroos. En daar zou dan de boot, het was eigenlijk een lichter liggen. De grote Lulu heette die. En ik kwam dat dus in Rouen aan en eerst moest ik mijn kledij passen. En ik kreeg zo'n trui, zo'n zeemanstrui, en erop de grote Lulu, de grote met twee O's en eronder anvers. En ik zeg tegen die man van de kledij, ik zeg, excusez-moi, mais ça ne s'écrit pas comme ça, de grote Lulu, ça s'écrit avec un O. En die bekeek mij even en ik werd al een beetje bang. Die zei van, ne rien dire à monsieur de Funès, zei die. Dus dat wist ik al zo laat, het was, ik moest mijn mond houden. Enfin, wat, dat was nu niet erg. En dan moesten wij dus gaan repeteren voor de grote scène met de Funès. En dat was in een tent gebouwd naast de scène. Maar je kan je voorstellen, het was in de zomer, ik denk dat het juli was of zoiets, heel warm. En dan in die tent stonden nog eens projecteurs van 10.000 en 5.000 watt. En dan moesten wij zo'n trapje op en trapje af. 10 keer, 15 keer, ik weet het niet. En niet allemaal zonder de Funès met een stand-in. Zo, dus wij waren al goed in het zweet gewerkt als de Funès, zeg maar de koning, de god, binnenkwam. En die kwam dan zo weer in het peignoir binnen en die zei, hey, qu'est-ce que je dois dire ici? Want dan waren wij wel naar elkaar gekeken van, godverdomme, zeg. Hé, hey, wij hebben ons bij die waard gereporteerd en die man weet nog niet wat hij moet zeggen. Een bon coup de Genève, ça vous remettra. Hij was dus een god, zeg maar. Want in die tijd wou nog iedereen met hem een film draaien. Iedereen wou sponsoren, iedereen wou er geld in steken. Want sowieso kwam al dat geld daar terug uit. Hij was een zeer grote meneer in Frankrijk. Hoe heeft Ivo Pauwels het ervaren om zichzelf op het grote scherm te zien naast Louis de Funès? Ik dacht, ik ga naar de cinema en ik was zelfs een beetje geambeteerd van. En als ik zo rondkeek in de zaal, waar ga ik zitten? Enfin, ik ga daar zitten. Maar niet, ik was toen nog geen gekend acteur. Ik mag zeggen dat ik nu misschien wel gekend ben. Maar ik was toen absoluut nog niet gekend en ik zag die scène en dan dacht ik in de zaal zullen wel mensen toch mij kennen, maar eigenlijk ging dat voorbij. Ik ging daar ook gewoon met volk buiten, zonder dat ze wisten dat ik daarin meegespeeld had, zat ik in die zaal en hebben de mensen mij niet opgewekt. Maar dat ligt ook een beetje aan mij, want ik heb dus ook niet aan die cinema gezegd, kijk eens, dat ben ik en misschien is het de moeite van mij voor te stellen aan het publiek en dat is toch grappig misschien, maar ik was toen nog zeer timide. Jonge mannen, zij het van 1,80 meter en breed geschouderd, maar ik had die pretentie niet om dat te doen en ik durfde dat niet. En,
En nu achteraf heb ik daar wel spijt van, want dat had mij heel wat meer kunnen bijbrengen. In de boekjes komen en weet ik allemaal. En toen niet, want ik was een illustre onbekende voor de meesterlijn nog. Au revoir, monsieur! Et merci pour tout!